ja, dwalend doe ik niet altijd lopend. Doe ik natuurlijk ook met de auto van Roosmalen Volvo. De nieuwe V40 Cross Country. Heerlijke auto. Als je een proefrit wil maken bij Van Roosmalen op de Afrikalaan, dan nodig ik je zeker uit dat te doen. Mij bevalt die uitstekend. Een vrije parkeerplaats voor de deur, want ik ben hier bij Pallas Meubelen. Kijk, de kerststerren die hangen al buiten. Er is namelijk iets aan de hand bij Pallas Meubelen. Behalve dat de derde generatie hier nu bezig is met het mooie concept, de mooie meubels die ze hebben, ga ik zo meteen naar Suzanne toe. Ik ga haar vragen waarom zij zo aan het dwalen is. En dan zul je denken van, hoezo dwalen? Nou, ik denk dat ik een item heb gevonden dat perfect past bij Dwalen door Den Bosch. Dat je nog een mooie herinnering overhoudt aan het dwalen door Den Bosch. Want hier binnen hebben ze prachtige mooie foto's die je kunt bestellen in een lijst. Nou ja, weet je, ik ga het eigenlijk al verklappen. Kom even mee. We gaan naar Suzanne. We gaan naar Pallas Meubelen en we gaan dwalen in Pallas Meubelen. Suzanne Vochtelo van Pallas Meubelen. Hoe lang bestaan jullie al? We bestaan al ruim 40 jaar en momenteel is het de derde generatie aan het stuur. Dat is echt een begrip in Den Bosch, hè, Pallas Meubelen? Ja, dat klopt. Pallas Meubelen is een begrip in Den Bosch en in de regio en daar zijn we heel trots op. Waar staan jullie vooral bekend om? Behalve de service, want ik weet, die is natuurlijk steengoed. Ik denk de prijs-kwaliteit verhouding. We zijn gericht op middensegment, maar we hebben wel voor ieder wat wils binnenstaan. De middensegment en dan met een knipoog naar het laagsegment en het middensegment met een knipoog naar het hoogsegment. Oké, mooi. Hè? Ik heb hier een heel speciaal boek, daar wil ik zo meteen op komen. Maar het boek ligt ook op een tafelblad en ik zie hier een soort in vier stappen mastertafel, een masterplan. Kun je even in het kort uitleggen wat dit is? Masters is een concept van een leverancier van ons, waarbij je je hele woonkamer eigenlijk, de meubels, zelf kunt samenstellen in afmeting, in kleur, verschillende soorten poten, verschillende soorten hoogtes. Dat is eigenlijk ook een trend van nu, zeg maar, zodat mensen steeds meer de meubels eigen kunnen maken eigenlijk. Ja, dus niet alleen in print, want ik heb hier een eiken tafel. In wat je zegt in hoogte, als iemand graag aan een barkruk wil eten, dan kan die tafel ook op 1,20 meter hoogte. Ja, klopt. Ja, ontelbaar veel variaties zijn erin. Weet je, die zei je over? Zijn er 7000 variaties of zo? Er zijn variaties in afmetingen dus. Dus je hebt een salontafel, een hoektafeltje, een eettafel, een bartafel. En daarin heb je ook weer verschillende kasten bij. Je hebt een tv-dressoirtje, je hebt een lowboard. Een lowboard is eigenlijk tussen een tv-dressoir en een dressoir in. Dan heb je een dressoir en verschillende soorten kasten. Dus we moeten denken aan een boekenkast, een vitrinekast. En daarin zijn ook verschillende opties qua handgrepen, ledverlichting in niches. Ja, precies. Nou, weet je, je hebt zo heel breed zoveel om op te noemen. En de mensen moeten maar hier eens gewoon komen kijken, bijvoorbeeld voor die mastercollectie. Mijn nieuwsgierigheid werd vooral getriggerd. En dan ga ik toch eventjes zo draaien naar de camera zo. Op de achtergrond zien we ook heel veel lijsten. We zijn natuurlijk dwalend door Den Bosch aan het doen. Ja, en ik kan niet op een betere plek hier komen dan op de Rietveldenweg bij Pallas Meubelen. Want jullie hebben gewoon dwalend door Den Bosch aan de muur hangen. Ja, dat klopt. In samenwerking met de fotograaf hebben wij dit opgezet. Door verschillende trekpleisters in Den Bosch en verschillende opvallende objecten bijvoorbeeld in Den Bosch. Hebben wij uitgewerkt. De fotograaf maakt foto's en wij zorgen voor de mooie sierlijsten. Er zijn twee verschillende sierlijsten met passepartout. Het ziet er echt mooi uit. Vanaf welke prijs begint het een beetje? Het begint vanaf €69. Dat is het kleinste maatje met de smalle lijst. En het loopt op tot €169. Maar dan heb je wel een degelijk, dik, prachtig mooie lijst hangen. Met een hele mooie afbeelding. Je hebt hier maar een paar hangen. Ja. Die afbeeldingen die gaan, zal ik maar zeggen, van kleur omgezet, geretoucheerd, mooi in zwart-wit. Ja, klopt. De foto's zijn
tot nu toe in kleur en in zwart-wit verkrijgbaar. Momenteel zijn we dat nog wel verder aan het uitwerken. Dat je uit 4 verschillende bewerkingen kunt kiezen. Zodat voor ieder wat wil ze tussen zit. En dat de kleur of zwart-wit of sepia, zeg maar, dat wat mensen dan het mooiste in hun woning vinden staan. Dat ze daar ook uit kunnen kiezen. Ja, eigenlijk zou elke bossenaar een mooie foto van zijn favoriete plekje van een bos aan de muur hebben hangen. Hoe lang duurt het voordat, als ik iets gekozen heb uit het boek, wanneer is het dan klaar? Het zit een week levertijd op. Dus als de mensen een leuk cadeautje willen kopen, straks voor de feestdagen, en die denken van nou, die bossofiel, die wil graag een mooie foto aan de muur hangen. Hier naartoe, weekje wachten, ja. En tijdens de Sint of tijdens de kerst, het past weliswaar niet in de schoen, maar wel aan de muur. Ja, wel zeker aan de muur. Ja, mooi toch? Nee, hartstikke leuk. Dankjewel voor jouw uitleg. Ze kunnen gewoon hier binnenkomen. Ze kunnen hier lekker gewoon bladeren. Alsof ze bij de kapper zitten. Hè? Gewoon door het boek heen. Ja, net of dat een tijdschriftje is. Kun je alle foto's op je gemakje bekijken. Op een fijne stoel en een lekkere tafel. Een fijne stoel en een kopje koffie erbij als het moet. En als u wil. Dus ja, neem de tijd als u interesse heeft, zou ik zeggen. Nou, dankjewel voor de uitleg. Another one just a question, another dance in the dark, another love undercover.